Zaterdagmorgen heeft een vrachtwagen in Heiloo een glazen overkapping geramd op de Herenweg. Vermoedelijk moest de vrachtwagen de Vomar supermarkt bevoorraden. Normaal gesproken rijden de vrachtwagens achteruit het magazijn in, maar omdat de deur daarvan stuk is, parkeren ze nu tijdelijk anders. Daarbij is zaterdagmorgen de punt van een glazen overkapping geraakt. De drie glasplaten die daarop liggen zijn door de klapbol komen te staan. De straat werd door de brandweer afgezet, zodat rustig met een pikhouweel de glazen platen konden worden verwijderd.